Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. Beleggers vragen zich vertwijfeld af of Omicron een tijdelijke dreiging is of een nieuwe dreun voor de economie. De indices in de VS trokken in ieder geval weer wat aan, waarbij de Nasdaq 1,8% hoger sloot. Door de recente nieuwe uitbraak blijft de OPEC Plus in ieder geval alert en laat de huidige productie intact, waarop de olieprijs weer wat verder opliep. De Federal Trade Commission zet, net als de Britse mededingingswaakhond, een streep door de overname van ARM door Nvidia. En Elon Musk verdient nog eens 1 miljard dollar met de verkoop van 934.000 aandelen Tesla. En naar verluidt wil hij nog eens een kleine 7 miljoen aandelen extra verkopen. En de sterke arm van China toont zich ook op de Nasdaq slechts 6 maanden na de IPO. Laat taxi-app Didi alweer weten te willen vertrekken naar vermoedelijk Hongkong. De aandelen waren ondertussen al 44% gedaald. Andere techfondsen die nu in Hongkong genoteerd staan, vielen wat terug. De Japanse dienstensector liet vanmorgen een redelijke groei zien. De Hang Seng was de enige lagere index. De Nikkei- en kospi index trokken tegen de 1% aan. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een onveranderde tot iets hogere opening. IB laat weten ruim 400.000 Warrants te hebben uitgeoefend op Adjen, waarop de laatste deze aandelen nieuw heeft uitgegeven tegen 240 euro per stuk. Het is de eerste set van in totaal vier plukken Warrants. En Energie vuist haar hoofdkantoor en niet naar Londen, maar wel naar de Amsterdamse Zuidas, waar het pand ook in eigendom is. Op de agenda vandaag diverse inkoopmensjes, indexcijfers voor de dienstensector vanuit de EU, Verenigd Koninkrijk en VS. Verder hebben we nog detailhandelsverkopen uit de EU en belangrijk vanmiddag banencijfers en fabrieksorders uit de VS. Bij de analisten zet Deutsche Bank het koersdoel op Shell naar 20,40 pond, handhaaft het koopadvies. Morgan Stanley haalt Alberts van de kooplijst. RBC zet Shell op kopen met een koersdoel van 23,5 Britse pond. En Kepler zet RGNX op kopen met een koersstoel van 257. Het aandeel staat inmiddels overigens al 10 euro hoger. Maandag is in ieder geval wel weer een nieuwe markets update van BNP Paribas. Tot dan!